President Chandrika Prasad Santokhi heeft op woensdag 5 augustus de Presidentiële Commissie Anticorruptiewet geïnstalleerd. Deze groep is ingesteld voor een periode van 6 maanden. De commissie bestaat uit 5 leden en wordt voortgezeten door Carmen Rassam namens het Openbaar Ministerie. In het volgend verslag gaat voorzitter Rassam in op de noodzaak en de aanpak van deze commissie. Wij hebben het volk beloofd dat die anticorruptiewet in werking zal treden. Maar wij willen ook als regering goede beslissingen nemen. En daarvoor willen we ook goed, deskundig team aan het werk zetten om ons die aanbevelingen te doen. Jullie zijn daarvoor uitverkoren om dat te doen. En dat is een hele waardering. Dus ik bedank jullie allemaal dat jullie bereid zijn om te willen participeren in deze presidentiële werkgroep. En wij als regering, zeker ook als parlement, we kijken uit naar welke die zaken zijn die allemaal in place moeten komen. Het goede nieuws is dat de minister van Justitie en Politie in feite al heel wat voorwerk al verricht heeft en in feite al aangegeven heeft wat het allemaal gedaan zal moeten worden. Dus kijk u ook ernaar en kijk wat er hier aangepast zal moeten worden. Want een paar van die dingen zijn voorbereid tijdens de vorige regering. Kijk of dat allemaal nog past binnen ons regeerbeleid, ook qua bemensing, of het past binnen ons regeerbeleid. Dus wat ik hier wil aangeven, dat heel wat werk in feite al voorbereid is. En als regering hebben we haast, omdat de samenleving ons mandaat heeft gegeven om te gaan regeren, om het parlement te gaan vormen. De samenleving is boos, heel boos, dat ze verarmd zijn. En dan worden ze nog bozer als ze merken dat we in een portemonnee komen en de echte mensen die het hun arm gemaakt hebben niet aangepakt worden. En daarvoor moeten we zorg dragen dat er een stukje balans komt, meer voorlichting naar de samenleving. We zijn geen regering die macht exerceert. Toch? Van haal die weg, jaag die weg, pak dat af. Wij doen alles conform de regels van wet en recht. Dat is die rechtsstaatelijk wat we hebben als regering. Dat is het behoorlijk bestuur wat we het volk beloofd hebben. Wij willen rechtszekerheid, wij willen rechtsbescherming, maar we willen ook rechtshandhaving. Ik zou zeggen, ik heb u opgevolgd. En ik heb u opgevolgd, weken, dagen ervoor gehoord voor die bijdrage en de ondersteuning van dringend belangstelling. En ik denk, neem de verantwoordelijkheid ook namens de leden van de werkgroep zeggen dat we ons houden zullen, dat is onderwerp. Want we weten ook hoe groot die impact is. En hoe groot ook als we praten over de impact. Wat corruptie heeft, al natuurlijk niet alleen, ik zeg altijd financieel, sociaal, economisch, dat weten wij, maar ook op het moment van mensen. En ik zeg financieel, daar komen we uit, dat ik ook vaker zeg, president, confesseert, kijken hoe dat opgelost kan worden, maar moreel, daar heb ik soms decennia nodig om weer op te pijzen. Dus met dat gegeven zeg ik, het wettelijk instrumentarium is er, wij moeten nu, en daar letterlijk gehoord, niet alleen, identificeren die bijkomende voorwaarden, maar ook meer dan dat van de instituties. En ik heb dat na gelezen steeds weer met nummer van toelichting en ook gezien hoeveel nog die staatsbesluit geregeld zou moeten worden. Daarna weten we ook dat er een commissie ingesteld moet worden. Een commissie, want ik hoor van en ik citeer een nummer van toelichting ook, waarbij ze zeggen dat die anticorruptie gezindheid eigenlijk alleen genieten kan worden bij mensen. Niet alleen bij mensen. Gaat heel veel en meer en mag je verder naar de juiste preventie. En preventie daar is een taak dat natuurlijk ook voor de commissie. En ook natuurlijk een controle van de commissie. Maar president de Kort, we gaan ervoor. 6 maanden, heel veel, wat er nog gedaan moet worden, maar we gaan ervoor. En naast ons reguliere werkzaamheden weet ik dat er ieder beschikbaar zal zijn. En we hebben nu nog geavanceerde apparatuur. Met het over gebeuren denk ik dat je zo'n ding, Microsoft team, dat we het toch gaan kunnen doen.
Ja, ik werd daarnet ook hebben gesprek gehad met de president, waarbij de president ook de commissie heeft ingesteld. En het gaat in principe hierom dat wij als werkgroep even ook voor hem moeten identificeren wat de randvoorwaarden zijn om natuurlijk het heel wettelijk instrumentarium die we reeds hebben, als het gaat om de anticorruptiewet, dat we moeten identificeren wat er nog gedaan moet worden, wil deze wet goed tot zijn recht komen. Er zijn 5 commissieleden, er zijn vertegenwoordigers van het kabinet en we hebben ook natuurlijk van het OM, ik als OM. En als voorzitter heb ik ook natuurlijk ook de president gelijk voorgehouden dat ik die vrijmoedigheid neem om ook namens de leden te zeggen dat we dit werk natuurlijk gaan doen. En dat we ook natuurlijk, want die oproep hebben we vernomen van hem, om natuurlijk het werk zo snel als mogelijk binnen 6 maanden af te ronden en de aanbevelingen aan hem te doen. En we hebben gezegd, we plaatsen natuurlijk onze schouders onder dat heel belangrijk werk. Want we weten wat het betekent als we praten over corruptieve handelingen, wat voor impact het heeft. Het heeft een bijzondere impact, niet alleen maar op de integriteit van de overheid, niet alleen op het publieke, maar ook op de private sector met zoveel gevolgen van die economisch, financieel, sociaal en wat ik het nog het ergst vind, wat het moraal, hè? Want dat gaat decennia duren om weer op te kunnen vijzelen. Het preventiebeleid, want ik zei ook en in die memorie van toelichting vind ik zo'n prachtig zinsdeel en ik citeer in principe, want ze zeggen de anticorruptiegezindheid kan je niet alleen maar reguleren met de wet. Er moet veel meer gebeuren. En vandaar dat ze ook praten over een instelling van een commissie die in principe het preventiebeleid ook gaat moeten monitoren en moet gaan aansturen. En als ik zeg preventie, waar er moet veel meer gebeuren. En het eerste waaraan ik denk is, maak het overheidshandelen gewoon transparant. Dat moet het zijn, zodat voor iedereen elke procedure begrijpelijk wordt, vereenvoudigd moet worden, begrijpelijk en ook verstaanbaar. En dat is eigenlijk belangrijk. Men moet het vertrouwen kunnen hebben dat wanneer er een beslissing genomen wordt, dat de beslissing op integere wijze plaatsgevonden heeft. De takencommissie, u hoort het 6 maanden, dat betekent dat ja, we gaan hard moeten werken. En met het heel COVID gebeuren, moeten we ook even kijken in hoeverre we lijfelijk, weet je, ergens aanwezig zouden kunnen zijn, lijfelijk meetings kunnen doen, maar ook kijken in hoe we communiceren. Er is zoveel geavanceerde apparatuur. We kunnen misschien op Zoom ook de meetings houden. Maar in ieder geval moet het werk binnen 6 maanden al, moeten de nodige aanbevelingen gedaan worden. Ik heb, en ik met de leden ook, we hebben gelijk gezegd, vrijdag komen we bij elkaar. En dan daarop volgen natuurlijk de volgende week. Maar we gaan structureel bij elkaar moeten komen. Want het is heel veel. Heel veel dat nog onderzocht en gedaan moet worden. Maar de president zei ook, en dat heeft hij me ook overhandig, waarbij we zien dat er ook al iets voorwerk gedaan was, waarbij ook iets door bepaalde werkgroepen, voorgaande regering, wat aanbevelingen waren gedaan, maar die willen we even nagaan en kijken in hoeverre natuurlijk dat de aanzet zou kunnen zijn voor het vervolgtraject dat wij in petto hebben.